Informatie- en communicatietechnologie, ICT, is van eminent belang voor de ontwikkeling van dienstverlenende en de productiesector in Suriname. In het kader hiervan is gisteravond door de ICT-associatie Suriname en Schuurman Advocaten een ICT-informatiebijeenkomst gehouden met als onderwerp ICT als enabler voor efficiëntie en groei. Waarom is ICT belangrijk voor de samenleving? Hoe kunnen wij op een correcte manier omgaan met ICT? Dat waren een paar vragen die werden gesteld tijdens deze bijeenkomst. Robert Haan, voorzitter van de ICT-associatie Suriname, vertelt welke onderdelen belangrijk zijn voor de ICT-sector. De structuur die wij nu hanteren zijn deze pilaren of deze thema's. Wij zeggen dat er per thema moeten wij invulling geven om er uiteindelijk voor te zorgen dat we inderdaad een sterke sector worden. Aan de ene kant organisatie, ja, wie zijn de entiteiten in deze sector of kolom, begrijp ik. Ja, er zijn meerdere definities die we moeten hanteren die het beleid uitmaken of die ervoor zorgen dat we inderdaad gestructureerd de groei gaan doorlopen. Education, hebben we genoeg kader? Wat zijn de opleidingen die wij in place moeten brengen om ervoor te zorgen dat wij deze groei kunnen stimuleren? Legislation is genoemd, daar gaan we straks, met name mijn presentatie zelf, wat dieper in, wat concreter in. Wat is er nu aan legislation en wat hebben we nodig? IT-infrastructuur en natuurlijk funding. Nou, mooie berekening, blijkbaar hebben we 4 miljard nodig. Dat moet ergens vandaan komen. Deels gaan we zelf verdienen en deels moeten we, nagaan wat er allemaal aan mogelijkheden zijn of aan direct foreign investments mogelijkheden zijn. We moeten Suriname aantrekkelijk maken voor buitenlandse investeerders. Aldus Robert Haan, voorzitter ICT-associatie Suriname. Hij sprak gisteravond tijdens de ICT-informatiebijeenkomst die in het Jacana Resort is gehouden. Het onderwerp was ICT als enabler voor efficiëntie en groei.